Hallo iedereen! Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video van mij. En vandaag klink ik wat anders. En dat komt namelijk omdat er uh, gisteren een ongelukje is gebeurd. En uh, ik zal het gehele verhaal vertellen. En daarna zal ik even. Ja, vertellen hoe eigenlijk nu verder. Want ja, zoals je kan horen, mijn stem is helemaal naar de kloten. En uh, hoe komt dat? Ik. Uh... Werd gisterochtend wakker met al een frotstem. En uh, het was minder erg als waar het nu was. Nu is het echt helemaal erg. Maar uh, gisterochtend, toen uh, had ik dus. Ja, last van mijn stem. En uh, mijn moeder die vertelde. Ja, ga maar uh, wat thee drinken. En ik dus uh, mezelf een uh, kop thee uh, ingeschonken. Het was. Ja, wat voor soort thee was, maakt helemaal niet uit. Maar. Um, ja. Dus ik neem een grote slok, maar ik had dus niet door dat de thee echt zo fucking heet was. Het was echt kokend heet. En uh, ja, ik ben niet zo iemand die dan meteen de thee uitspuugt. Nee, ik ben al zo iemand. Ik slik dat door. En daardoor is dus nu een groot deel van mijn keel um, verbrand. En uh, dat het niet goed is we zijn naar de huisarts geweest. En die heeft gezegd dat het uh, waarschijnlijk een, een hele tijd gaat duren. Voordat het goed komt als het een keer goed gaat komen. Want ja, dat weten we dus niet. En uh, het is nu dus echt afwachten. En uh, ja, hoe gaat het nu eigenlijk verder? Want ja, als ik zo'n stem heb, dan gaat het dus qua YouTube echt niet weg. Dat gaat hem echt niet worden. Want ja, uh, wie wil er nou luisteren naar zo'n stem? En ik zit ondertussen een beetje te lachen, maar het is niet grappig. Het is echt vrot. Ook in mijn dagelijks leven is het echt vrot. Niemand neemt me meer serieus. En iedereen denkt dat ik maar voor de grap dit uh, stemmetje opzet. En dat is dus echt niet leuk. En uh, ja, laat maar even achter wat jullie ervan vinden. Ikzelf vind het echt helemaal niet chill. En uh, ik heb gelukkig nog wat uh, video's klaarstaan voor jullie. Dus uh, dan kan ik die gelukkig nog uploaden. Maar uh, verder zal het dan niet zoveel zijn. Dus uh, laat even achter wat je ervan vindt. Uh, en ja, ik hoop in ieder geval dat jullie uh, verder nog een, uh, een leuke dag hebben. Want uh, vandaag was het heel toevallig 1 april. En uh, ja, dat betekent dus dat dit gewoon een grap is. En <laughs> jullie hopelijk erin zijn gestoken. Want ja, het gele verhaaltje klopt gewoon van geen ene kant. Hè. En uh, ik hoop in ieder geval dat jullie het een leuke grap vonden. Het heeft voor mij eventjes geduurd voordat ik de grap uh, verz verzonnen had. Want ja, als grap op 1 april is het voor YouTube is het best lastig om te verzinnen. Vorig jaar had ik uh, fake gedaan dat ik uh, was gestopt. En nu dus dat ik mijn stem verloren was. Niet verloren, maar uh, gewoon helemaal naar de was. Maar uh, laat ons dus alsjeblieft niet achter van. Oh shit, ik ben erin getrapt. Uh, oh, ik had echt niet door. Uh, wow, super goed gespeeld of zo. Laat het alsjeblieft niet achter. Laat even uh, een achter van. Oh shit. Nee, nou kan ik geen video's meer. Of nou kan je geen video's meer maken of zoiets. Laat maar echt zo'n zo drama-reactie achter om uh, ervoor te zorgen dat die nieuwe kijkers, dus die de video nog niet gezien hebben, echt. Ge Want ik ben iemand, ik kijk meteen reacties. En ik hoop die en ze ook en uh, dan wordt het alleen maar erger. Dus uh, laat even een duimpje omhoog achter als je het een leuke 1 april grap vond. Ik zelf vond het best wel origineel. Ik hoop dat nog niemand het heeft gedaan. En uh, ja, dan zie ik jullie uh, terug bij uh, de volgende video.